De ontknoping, wat mij betreft. De bacteriekolonie. Wat heeft dit nou te maken met biologie? Ik ben 10 jaar lang godsdienstdocent geweest op een gymnasium. En dan legde ik ook uit wat de psychologische achtergronden van de religie waren. En ook heel voorzichtig wat biologische achtergronden ervan. En dan kreeg ik heel vaak te horen van leerlingen, wat heeft dit nou met godsdienst te maken? Met andere woorden, schoenmaker hou je bij je lees. Nou ja, ik ben bioloog, godsdienstwetenschapper en gepromoveerd in het recht, maar ik ben geen archeoloog. Dus waar had ik het tot nu toe over? Nou, je kunt het gewoon beschouwen als heel veel hunebedden die ik gezien heb, die allemaal verband met elkaar hebben. Ik ben wel op een wetenschappelijke manier bezig geweest in die zin, zoals ik dat geleerd had bij al die andere vakken. Maar ik ben geen archeoloog. Vandaar dat het laatste ook helemaal niets meer met niet echt meer met archeologie te maken heeft, behalve dan al die jaartallen. Even terug naar het begin, de invasie van de landbouwers. Hier is het waarschijnlijk allemaal begonnen, volgens de archeologen die ik hoog heb. En die invasie is vanuit de Balkan die kant op gegaan en die kant op gegaan. Nou, is het interessant, daar in de Balkan, daar had je een behoorlijke concentratie van mensen. Daar in het zuiden, zuidoosten van Frankrijk, daar ook natuurlijk, in Portugal. Daar is later ook die enorme explosie van hunebedden gekomen. Bretagne hebben we het net uitvoerig over gehad, dat was misschien wel het dichtstbevolkte deel. Maar ook daar en daar. Nou, dat kun je zo met pijlen zien. Is al vrij ingewikkeld. Je kunt het ook zien op een veel simpeler manier. Maar voor die tijd nog even de koppeling met wat heeft dit nou met archeologie te maken. Het Bijbelse principe, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Nou, als er iets is wat de landbouwers hebben gedaan vanaf, zeg maar, 9000 voor Christus, is vruchtbaar zijn. Zorgen dat het grond vruchtbaar was, talrijk worden en de aarde vervullen. Dus wat er in Genesis staat, dat konden deze landbouwers die naar Europa trokken, even goed. Kijk eens, er werd net al door iemand gezegd van u hebt niks gezegd over die Jamna-cultuur die vanuit daar komt. Nee, dat klopt, want die kwamen rond 3100 voor Christus richting Europa. En dat is eigenlijk het einde geweest van de megalithencultuur. En dat komt dus helemaal aan het eind van het verhaal. Maar zover ben ik niet gekomen. Je ziet ook wel, van dit heb ik allemaal beschreven in het boek. Dus dat valt niet in één avond allemaal te vertellen. Wat ik hier wel aan wil laten zien, is dat je bij iedere cultuur ziet. Er is een bepaalde oorsprong. Hier bijvoorbeeld, die witte lijntjes. En het trekt die kant op. Hier, dat was in het Balkangebied, via de Donau, en die trokken die kant op. Of hier de Jamna-cultuur, die trokken onder andere die kant op en helemaal naar het zuiden toe. Kortom, je hebt steeds weer een epicentrum vanuit waar een bepaalde cultuur vertrekt. We hebben net gezien Bretagne. Vanuit daar zijn de megalithische culturen, want dat is een verzamelnaam. Het valt uit in tientallen andere culturen die allemaal andere gewoontes hadden, maar één ding gemeen hadden, namelijk dat ze megalieten optrokken tot een of ander monument. En dat is zeer waarschijnlijk daar in Bretagne begonnen. Maar het principe is steeds weer hetzelfde. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde, in dit geval Europa. Het principe van de boom is dat eigenlijk hier heb je de stam. En het groeit alle kanten op. Boomstructuur. Maar met die boomstructuur is iets bijzonders aan de hand. Boomstructuur is eigenlijk heel simpel. Dat is gebaseerd op 1 of 2 genen in het DNA van een boom. En die genen die zeggen, als je een tijdje gegroeid hebt en je groeit goed, dan moet je splitsen in tweeën. En als je dat een tijdje gedaan hebt in die tak, dan moet je weer splitsen in tweeën. En daarna weer een splits in tweeën. Dus de formule is gewoon groeien, splits in tweeën, groeien, splits in tweeën.
En dan krijg je deze fantastisch mooie structuur. Het heet een fractal. Het herhalen van dezelfde structuur tot in de kleinste details aan toe. Dit is gewoon een computeranimatie met zo'n soortgelijke formule. Het is een hele eenvoudige formule. Je stopt het in de computer en je krijgt de prachtigste figuren. En het mooie is dat als je de omstandigheden waarin dat moet plaatsvinden iets verandert, krijg je een totaal andere structuur. Maar het principe is precies hetzelfde. Enorm ingewikkeld. Hele simpele formule. Nou, terug naar die verspreiding. Ik zei al, van dit zijn allerlei concentraties. Dit is vrij simpel weergegeven, want je had natuurlijk ook allerlei kleinere concentraties. En ze waren ook niet allemaal even groot. Maar dit zijn grofweg belangrijke concentraties in Europa geweest van mensen. Nou, als je zo gewoon even die pijltjes allemaal weglaat, want we zijn net al meneer van ja, ik weet eigenlijk niet precies, niet zeker. Ik wil niet helemaal geloven dat die pijltjes precies zo liepen. Nou, dat is natuurlijk waar. Die pijltjes kunnen ook best een beetje een andere kant op gelopen hebben. Maar die concentraties kun je vrij goed herkennen doordat er opgravingen gedaan zijn. Nou, dat is in Catalonië ook het geval met de hunebedden. Catalonië, als je gewoon heel Catalonië wegvaagt en alleen nog maar kijkt naar de hunebedden die daar gevonden zijn, krijg je allemaal van dit soort stipjes. Nou, als je nou kijkt naar deze stipjes zo globaal, dan zie je daar staan een heleboel stipjes en daar ook en daar ook. Dan kun je eigenlijk wel concluderen dat dit een centrum was van ontwikkeling waarbij het megalithisme een belangrijke rol speelde. Niet zo heel ver geconcludeerd. Je ziet ook dat je daar weliswaar een centrum hebt, maar daar en daar en daar en daar en daar en daar ook wat afsplitsingen. Kan heel goed dat daar de meeste mensen wonen, maar dat ze soms ook wat verder het land in trokken. En dat blijkt dan precies langs de rivieren die daar liepen zich te voltrekken. En als je die puntjes zo vergelijkt, dan kun je dat ook wel eens vergelijken met puntjes op een petrischaaltje. Ook daar heb je soms grotere concentraties, kleinere concentraties. Dus daar heb je een grote concentratie, daar een grote concentratie. En allerlei puntjes. Wat doen die bacteriën? Die migreren over het petrischaaltje en die gaan zich daar vermenigvuldigen. Simpele principe. Vermenigvuldig je totdat dat er genoeg zijn. Eentje die wandelt verder, zwemt verder. Vindt daar weer nieuwe vruchtbare grond, vermenigvuldigt zich en trekt verder. Maar het kan iets duidelijker. In het geval van de hunebedden, of de landbouwers eigenlijk, kun je zeggen, het begon met heel veel mensen. Het was 9000 voor Christus, waren er al steden bij die halve maan, daar in het oosten van Turkije. En als er nou zoveel mensen zijn en er is te weinig voedsel en komt te veel competitie tussen elkaar, mensen gaan zich ook erger aan elkaar, er ontstaan ruzies, zeker als je met heel veel mensen op een klaartje zit en er zijn te weinig regels, dan krijg je dat. Dus er ontstaat te veel competitie op wat voor manier dan ook. In dat geval moet je vertrekken als landbouwer. Want als landbouwer heb je veel grond nodig. Dus veel competitie, dan vertrekken. Je zoekt vruchtbare grond op. Waar vind je die? Meestal langs de rivieren. Dus langs de Donau, langs al die rivieren daar die vanuit de kusten Europa intrekken. En daar ga je vermenigvuldigen. En dan opnieuw. Want als je genoeg vermenigvuldigd hebt, krijg je weer te veel competitie. En begint het hele liedje weer van vooraf aan. Dit is de simpele formule, denk ik, die achter al die enorme hoeveelheid hunebedden in Europa zitten. En ook locaties van landbouwers zonder hunebedden. Eigenlijk van iedere cultuur die zocht naar vruchtbare grond. Eigenlijk zou je dit zelfs kunnen toepassen op migratiestromen tegenwoordig.
Alleen dat is zo ingewikkeld dat we het niet meer goed kunnen zien. Dat was nou juist het grappige van die steentijd, dat het allemaal nog redelijk overzichtelijk was. Dit principe, simpel, maar zorgt uiteindelijk wel voor een enorm ingewikkeld geheel, waarbij je, als je het ziet, bijvoorbeeld, laten we zeggen, we zitten hier in Drenthe, hier zie je een paar kleine hunebedjes en denk je, ja, leuk. Maar als je het grote geheel ziet, dan zie je opeens hoe complex het is, maar wel, en dat is het grappige, dit is een fractaal algoritme, hierachter zit weer een hele eenvoudige formule van eigenlijk maar één, zo kort, waarbij er gewoon gezegd wordt, doe dit. Als dat gebeurt, ga terug en doe weer hetzelfde. En dat tot in de kleinste details. Net zoals die boom die ik net liet zien. Waarom ik deze fractal heb uitgezocht. Het is geen melkwegstelsel of zo. Het is gewoon een computeruitvoering. Is omdat als je nou die concentraties van hunebedden in Europa, grofweg hoor, want dit is ook weer met de losse hand, zeg maar, neergezet. Als je dan die concentraties van hunebedden in Europa, met inderdaad zelfs hier nog een hele grote concentratie, maar hier dan veel kleinere en van latere datum dan hier. En leg dan nog eens deze eroverheen. Dan kun je wel zien dat de verspreiding van die hunebedden, maar ook de verspreiding van die landbouwers, steeds volgens hetzelfde eenvoudige principe ging. Terwijl die mensen dachten, wij zijn heel intelligent. Wij gaan nu bij die familie weg waar we steeds ruzie mee hebben. We pakken onze boot, zoals we dat ook van onze ooms en tantes hebben geleerd, en we gaan naar vruchtbare grond en zoeken daar een nieuw leven. En dat is eigenlijk wat ik in dat muziekstuk liet zien. En dan als die groep te groot wordt, dan proberen we het eerst nog met religie om die groep bij elkaar te houden. Maar als we dan nog steeds ruzie krijgen, nou, dan vertrekken we gewoon. En dan ontstaat er weer een nieuwe plaats. Tot slot. Nou zou je kunnen denken, dit was de steentijd. Er waren allemaal domme mensen. In ieder geval hadden die nog niet de middelen van tegenwoordig. We hebben tegenwoordig beleidsmedewerkers. We hebben computermodellen. Hoe we onze gemeenschappen in elkaar zetten. Dus ik heb eventjes Amsterdam erbij gehaald. Amsterdam is gebouwd in de loop der eeuwen. En dan kun je toch wel zien, kun je toch wel verwachten van dat er goed over nagedacht is hoe al die verschillende stappen en wijken en zo gebouwd zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is het grappige. Alleen ik probeer nu even vanuit de ruimte naar de aarde te kijken. Als een soort alien. Ik kijk er naar beneden en ik denk van, zijn dit nou intelligente wezens die daar zitten? Nou, dat hoeft helemaal niet. Want dit is Amsterdam. Je ziet dat het zich ontwikkelt langs bepaalde lijnen. Hier heb je, dit is Noord, denk ik. Ja, dit is Noord. Hier heb je een uitstulpseltje. Hier heb je natuurlijk Osdorp daar in die omgeving. En dat is natuurlijk weer om dat meer heen deels. Dus de natuurlijke barrières die zijn wel beperkend. Maar het is niet veel meer dan dit. Dus als je het vanuit de ruimte ziet en kijkt naar het model wat erachter zou kunnen zijn, een soort simulatiespel, zeg maar, dan is het net zo simpel als waar een schimmel in een sinaasappel van gebruik maakt.